In deze interviewreeks ga ik op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe maakbaar zijn wij mensen nu eigenlijk? De directe aanleiding voor deze zoektocht is de algemene terugbetaling van de NIP-test in ons land. De NIP zal er mogelijk voor zorgen dat straks geen enkel kindje met Down meer geboren wordt. Waarom zouden we zo'n wereld zonder Down überhaupt moeten willen? Is de NIP de eerste stap op weg naar een genetische verbetering van de mens? En wie bepaalt voortaan wie we zijn? Ons DNA? Of toch eerder hoe wij ons voelen, onze cultuur en onze gedeelde waarden? Allemaal moeilijke vragen waarover ik in de komende tijd in gesprek zal gaan met allerlei mensen. Ditmaal zijn we in het UZ Gent, waar ik ga praten met professor Petra de Sutter, diensthoofd van de afdeling reproductieve geneeskunde. Dagelijks behandelt mevrouw de Sutter hier samen met haar team mensen met vruchtbaarheidsproblemen. En van mevrouw de Sutter zou ik dus ook graag horen wat de huidige genetische revolutie zal betekenen voor deze patiënten. Maar ook meer in het algemeen hoe zij de toenemende screening van ongeboren leven beoordeelt. En het bijzondere is dat mevrouw de Sutter deze vraag niet alleen kan beantwoorden als arts, maar ook als politica. Want als senator voor Groen en lid van de Raad van Europa schrijft zij ook mee aan de wettelijke kaders voor deze nieuwe ontwikkelingen. Goedemiddag, mevrouw de Sutter. Goedemiddag. Hartelijk dank dat u even tijd voor ons kon maken. Ik zou graag willen beginnen met een vraag over een rapport dat eind 2018 verscheen van de SPE. En daar was nogal wat aandacht voor in de pers. En daaruit bleek dat 1 op de 13 vrouwen in 2017... zwanger was geworden op niet-natuurlijke wijze. En als je dan begin jaren 90 kijkt, was dat 1 op de 30 volgens die cijfers. Dat lijkt een enorme stijging. Wat is daar dan de verklaring voor? Ja, wel, er zijn meerdere verklaringen. Dus het gebruik van de medisch begeleide voortplanting, en dat gaat van hormonale stimulaties over inseminaties tot en met IVF en ICSI. Dus dat aandeel in de geboorten is enorm toegenomen, zoals u zegt inderdaad, van ongeveer 3% zal het wel geweest in de jaren 90 tot ondertussen 7-8%. Er zijn landen in Europa waar we al ver boven de 10% zitten. Wat betekent dat? Betekent dat dat we met z'n allen onvruchtbaarder worden? Wel eigenlijk niet. Het heeft vooral te maken met het feit enerzijds dat veel vrouwen wel wat langer wachten voor ze beginnen aan het krijgen van kinderen, waardoor ze, als ze dan wat ouder zijn, meer kans hebben om toch problemen te ondervinden en dus medische hulp zullen gaan inschakelen. Dus dat is een belangrijke reden. Een tweede reden is dat, ja, we toch vaststellen dat het geduld bij mensen wel wat verminderd is ten opzichte van vroeger. Terwijl men vroeger misschien wat langer zou gewacht hebben, gaat men nu misschien wat sneller over tot diagnostiek en behandeling. We moeten ook wel zeggen dat de resultaten van onze behandeling ook veel beter geworden zijn dan in het verleden. Dus een en ander gaat wel samen met elkaar. En een derde verklaring toch ook wel is dat er een hele groep mensen is bijgekomen die hulp bij de voortplanting nodig hebben om zich te kunnen voortplanten, die we vroeger niet behandelden. Ik denk bijvoorbeeld aan lesbische koppels en alleenstaande vrouwen. Dat is een belangrijke groep geworden in onze patiëntenpopulatie die we vroeger niet hadden. En die drie dingen samen zorgen ervoor dat er vandaag meer behandeld wordt dan vroeger. Of onvruchtbaarheid zelf toeneemt, daar zijn heel veel tegenstrijdige onderzoeken rond. Er zijn er wel die zeggen, ja, de spermakwaliteit gaat achteruit bijvoorbeeld. En dat heeft misschien te maken met levensstijl of met omgevingsfactoren. Daar zijn aanwijzingen voor. Maar niet van die aard dat we plots van 1 op 30 naar 1 op 13 op 20 jaar tijd gekomen zijn. Mm-hmm. Ja, u zegt de resultaten van de behandelingen zijn ook verbeterd. Is daar een cijfer op te plakken? Worden die duidelijk effectiever qua slagingspercentage? Kunt u daar iets in het algemeen over zeggen? Oh ja, absoluut. In de jaren 90, omdat u daarnaar verwees, zouden we met een IVF-behandeling een kans op zwangerschap gehad hebben van pakweg 20%. Met het terugplaatsen van zeker 2 en in het begin zelfs 3 embryo's. Nu hebben we een slaagkans van 50% met de terugplaatsing van 1 embryo.
bij jonge patiënten weliswaar. Dus in de ideale omstandigheden zijn de slaagkansen eigenlijk ongeveer vertienvoudigd. Dat heeft te maken met de betere kwaliteit van onze laboratoria voornamelijk. Ten opzichte van vroeger, nu werken we in clean rooms met een hele hoge luchtzuiverheidsgraad, met cultuurvloeistoffen die veel beter aangepast zijn aan wat een embryo eigenlijk nodig heeft dan pakweg 20 jaar geleden. Dus technologisch is er een enorme vooruitgang geweest op vlak van voortplantingsgeneeskunde en dat vertaalt zich dus in hogere slaagkansen. U schetste dus een aantal oorzaken of mogelijke verklaringen voor deze toename en daar zitten dus duidelijk ook niet-medische oorzaken bij, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld dat het blijkt ook uit onderzoek dat vrouwen nog steeds economisch gestraft worden als ze aan kinderen beginnen, terwijl ze nog aan in de opbouw van hun carrière zijn. De zogenaamde child penalty wordt het dan genoemd. Wat ik me dan afvraag, moeten we voor dit probleem, als ik het zo mag noemen, ook geen passend sociaal beleid zien te ontwikkelen? Absoluut, ik ben heel blij dat u het zelf aanhaalt, want dat is iets wat ik in heel veel debatten ook altijd vertel. Wat we hier eigenlijk zien is dat we een maatschappelijke evolutie, of maatschappelijk probleem als je dat zo zou kunnen stellen, op een technologische manier aan het oplossen zijn. En ik weet niet of dat altijd een goede manier is om de dingen aan te pakken. Het kan een deel zijn van de oplossing, maar zeker niet ten gronde. Ik denk dat het veel verstandiger is om de problemen aan de basis, aan de oorzaak aan te pakken, dan alleen de symptomen te gaan behandelen. Bijvoorbeeld invriezen van eicellen, dat komt daar ook bij. Vrouwen kunnen nu eicellen invriezen om ze te bewaren voor later. Maar eigenlijk is het omwille van het feit inderdaad dat het heel moeilijk is voor jonge vrouwen om het gezin met het werk te combineren. En eigenlijk ook nog wel het fenomeen dat het voor jonge mensen vandaag blijkbaar heel wat moeilijker is geworden om een relatie aan te gaan die duurzaam is, waarin eventueel een kinderwens een plaats kan hebben. We hebben enorm veel singles, alleenstaande vrouwen, die kunnen we dan nog met de voortplanting wel helpen. Je hebt ook heel veel alleenstaande mannen. En we zien dat dat een toenemend fenomeen is. En ik denk inderdaad dat we veel meer zouden moeten nadenken over wat kunnen we als samenleving gaan doen om op een bepaalde manier mensen toe te laten om een gezin te stichten, om inderdaad aan kinderen te beginnen zonder dat ze tegen al die barrières, al die problemen aanlopen, eerder dan alleen maar gebruik te maken van technologische oplossingen. Dus ik ben helemaal dezelfde mening toegedaan. Want ja, die technologie die staat niet stil, dat hebben we, dat zei u zelf ook al, en die zijn ook duidelijk verbeteringen, maar je hoort ook de wildste toekomstscenario's. En zo las ik bijvoorbeeld over een techniek die misschien een redmiddel kan zijn voor deze groep van mensen, dat we op een gegeven moment mogelijk geslachtscellen zullen kunnen kweken uit een stukje huid. Dat klinkt als science fiction. Misschien kunt u even uitleggen hoe die techniek werkt en vooral hoe realistisch is dit scenario? Wel, op dit moment kan het niet bij de mens, voor alle duidelijkheid, maar wel bij de muis. De muis is vaak een model voor research, voor onderzoek, wat uiteindelijk wel zal leiden tot toepassing bij de mens. Maar wat men dus al heeft gedaan, is bij de muis uit lichaamscellen, huidcellen bijvoorbeeld, stamcellen afleiden. Dus die huidcellen omvormen tot stamcellen. Stamcellen zijn eigenlijk cellen die nog alle richtingen uit kunnen, zoals we ze ook vinden in een vroeg embryo. Dus stamcellen kunnen levercellen, huidcellen, om te even wat, zenuwcellen, maar misschien ook dus zaadcellen of eicellen gaan worden. En bij de muis is dat al gelukt. Men heeft uit de huid stamcellen kunnen maken waaruit eicellen zijn bekomen, die eigenlijk bevrucht kunnen worden en dus aanleiding geven tot de geboorte van nieuwe muizen. Of zaadcellen die dan eicellen kunnen bevruchten. Dus eigenlijk bij de muis kan het. Stel dat dat bij de mens op een dag inderdaad ook kan. En de verwachting is dat dit binnen dit en een aantal jaar technisch misschien wel mogelijk zou kunnen worden. Ja, dan gaan we de ganse voortplanting waarschijnlijk moeten herbekijken. Want nu zijn er natuurlijk een aantal grenzen. Zoals de natuurlijke grenzen, de leeftijdsgrenzen. We weten dat bij vrouwen het aantal eicellen
afneemt met de leeftijd en bij de menopauze stopt het. Wat met een biologische klok dan zou je noemen? Dat is die fameuze biologische klok die dan al dan niet sneller begint te tikken. Waarom? Waarom vrouwen soms eicellen gaan invriezen enzovoort. Waarom bijvoorbeeld ook eiceldonatie soms wordt gebruikt indien vrouwen zelf geen eicellen meer hebben. Maar als we natuurlijk op een eenvoudige, efficiënte en veilige manier, hè, dat hebben we allemaal nog niet vandaag, eicellen zouden kunnen maken in het laboratorium aan de hand van een stukje huid wat we bij iemand wegnemen, ja, dan is dit wel echt een revolutie op vlak van de voortplantingsgeneeskunde. Zowel voor het maken van zaadcellen bij mannen die zelf geen zaadcellen produceren, dan wel voor het maken van eicellen. En dan ga je de vraag stellen of we zelfs überhaupt IVF gaan doen, hè, want bij IVF moet je vrouwen 14 dagen lang met vrij hoge dosissen hormonen gaan stimuleren om 10 eicellen te bekomen, mm-hmm. met toch wel bijwerkingen en een aantal risico's. Ja, als je dat kunt voorkomen door een huidbiopt en je hebt misschien honderden eicellen een paar weken later in het laboratorium, dan zal IVF wellicht ook een techniek zijn die tot het verleden behoort. Maar je hoort dat die technologie, als die er zou komen, en we gaan ervan uit dat het op een dag wel zo zal zijn, het kan nog 5 of 10 jaar of langer duren, maar mm-hmm. ik denk persoonlijk wel dat het er zal komen. Ja, dan gaan we over de ganse voortplanting toch op een andere manier moeten nadenken dan vandaag. En de vraag is inderdaad of we dan geen groot maatschappelijk debat zullen moeten organiseren van waar willen we de grens leggen, hoe ver willen we daarin gaan enzovoort. Je ziet dat alle ontwikkelingen in de voortplantingsgeneeskunde, ook in de genetica, waar we het misschien straks over hebben, dat die allemaal leiden tot nieuwe mogelijkheden, nieuwe toepassingen, maar voorbij een aantal grenzen die we nu kennen, waar we denk ik als samenleving moeten over nadenken. Ja, want dit zou de zoveelste revolutie betekenen waarschijnlijk aan heel veel nieuwe ethische vragen oproepen. Ja. Maar nou ja, goed, dat zou misschien wat al te wilde speculatie worden nu. Maar om door te gaan over wat u net zei, ook die grens, waar ligt die en waar ligt die ook vandaag? Het is duidelijk dat we proberen ook meer vat te krijgen op het tijdstip en de omstandigheden waarin we kinderen krijgen. Hè, dus dat mensen dat liever zoveel mogelijk zelf zouden bepalen als dat zou kunnen. Ja. En ik begrijp ook dat uw afdeling er alles aan doet om mensen zo goed mogelijk te helpen met een kinderwens. Mm-hmm. Maar wat ik me dan afvraag, is er ook waar ligt die rode lijn voor uw afdeling dat u zegt van dit is een kinderwens die wij niet kunnen oplossen of willen oplossen? Wel, ja, want als ik het over dat onderzoek naar stamcellen heb gehad, dan heb ik het nogal over algemene, brede grenzen, voorbij de menopauze enzovoort. Dat gebeurt natuurlijk vandaag ook niet, hè. Als we het vandaag bekijken, wij helpen mensen die inderdaad problemen hebben om op natuurlijke wijze zwanger te worden, om allerlei redenen. En wij denken in die gevallen toch altijd ook na of dat in het belang van het kind is. En het kan gebeuren, er zijn omstandigheden waarin mensen om hulp komen vragen, waarin wij gaan zeggen nee, hier kunnen wij niet aan meewerken. En uiteraard, ik kan extreme gevallen als voorbeeld geven, mensen die veroordeeld zijn voor zedenfeiten, in de gevangenis mm-hmm. zitten enzovoort, of zwaar alcoholverslaafd of drugverslaafd zijn, die gaan wij niet helpen, omdat wij denken dat het absoluut niet in het belang van het kind is. Bij de meeste koppels die hier komen, of alleenstaande vrouwen, bij de meesten stellen zich geen problemen. Maar wij durven wel altijd die vraag stellen. En als we twijfelen, gaan we een psychosociaal onderzoek instellen, waarbij we echt ook met de huisarts gaan praten. Mensen mm-hmm. toch vragen om bij de psycholoog langs te gaan, om ons absoluut te vergewissen van het feit dat het een goed idee is om te gaan behandelen. En ik kan u verzekeren dat in onze stafvergaderingen die wij wekelijks houden, dat we eigenlijk meer tijd besteden aan dat soort psychosociale besprekingen, ethische besprekingen van dossiers, dan de zuiver medisch-technische, die meestal vrij voor de hand liggend zijn. De wet is in België ook van die aard dat hulp bij de voortplanting uiteraard toegankelijk moet zijn. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om in alle centra die er zijn terecht te kunnen. Maar de behandelaar heeft de mogelijkheid, dat staat in de wet als dusdanig ingeschreven, op gewetensgrond een behandeling te weigeren als hij daar absoluut niet achter staat. Nu, dat is niet iets wat we lichtzinnig gaan doen, want het ergste wat je kan doen is mensen ten onrechte hulp weigeren bij de voortplanting. Mm-hmm. Maar het omgekeerde is even erg. Mensen gaan behandelen waar later het kind het slachtoffer zal zijn. Dus waar ligt die grens? En iedere keer opnieuw is dat een aftasten van, een afwegen van, zoveel mogelijk informatie inwinnen, met die mensen praten en dan
gaan wij in een multidisciplinair overleg, waar meestal toch tussen de 10 en de 15 mensen aanwezig zijn, gaan we het dossier bespreken en dan gaan we over tot een stemming, tot een poging om in consensus te komen tot een conclusie van gaan we behandelen of gaan we niet behandelen. En als wij beslissen om niet te behandelen, omwille van het feit dat we vinden dat hier een bepaalde grens overschreden is die niet in het belang van het kind is, of omgekeerd, die het kind zal schaden, dan is dat een beslissing die we nemen. En die altijd hard aankomt. Hè? Dat kan ik u, kan u wel begrijpen. Als wij mensen die om hulp komen vragen zeggen, sorry, wij gaan u niet helpen, want wij staan hier niet achter, dan is dat hard. Maar wij denken in eer en geweten dat dat in een aantal gevallen moet. Hier wordt er duidelijk heel zorgvuldig omgegaan met die vraag en goed afgewogen, gekeken naar de hele situatie. Maar er bestaat ook duidelijk zoiets als een vruchtbaarheidsindustrie, mag je wel zeggen, met internationale beurzen waar bedrijven hun nieuwste snufjes en technieken aanbieden enzovoorts. Ik was vrij verbijsterd toen ik ermee verdiepte hoe grootschalig dat is. Hoe kijkt u daarnaar dan dat dus naast dit reguliere circuit waar zo zorgvuldig wordt omgaan met die vraag dan een commercieel circuit bestaat? Ja, ik ben heel kritisch op dat punt en mensen die mij horen of lezen die weten dat. Ik ben in dit vak gestapt intussen 32 jaar geleden, dus al een tijdje. Toen was dat een onderdeel van een geneeskundige aanpak van een geneeskundig of een medisch probleem. Intussen is dat inderdaad in bepaalde landen. En in België zijn we daar voorlopig nog altijd gespaard van, dat wil ik toch even zeggen. Maar in bepaalde landen echt een industrie geworden waar commerciële belangen inderdaad belangrijker zijn dan dat belang van het kind waar ik het over had. Hè. Ga je naar Spanje en heb je eicellen nodig, dan betaal je daar gewoon voor. De donoren komen uit Zuid-Amerika, zijn vaak jonge vrouwen, die krijgen daar een vergoeding voor. Maar goed, hun begeleiding, hun screening en laat staan de ethische grenzen of de ethische standaarden die wij hanteren, daar kun je heel veel vraagtekens bij plaatsen. Commercieel draagmoederschap in Griekenland, nogthans twee EU-landen, en ik noem ze daarom eigenlijk met opzet, want ik kan ook over Oekraïne of over Indië of over de Verenigde Staten praten, maar ook binnen de Europese Unie zijn er wel zaken waarvan wij vinden dat ze eigenlijk beter niet zouden gebeuren. Ik ben daar zeer kritisch tegenover. Mocht ik op een of andere manier wetgeving kunnen tot stand laten komen die dat begrenst of die dat onmogelijk maakt, als er inderdaad risico's zijn of voor donoren of draagmoeders of voor het kind, dan zou ik die heel snel tot stand laten komen. Maar je botst natuurlijk op een aantal barrières als je dat wil doen, zeker in internationale context. De soevereiniteit van de lidstaten binnen Europa die elk hun eigen wetgeving hebben. En bepaalde landen zijn strenger dan België. Draagmoederbehandelingen kunnen niet in Frankrijk bijvoorbeeld. Die zijn bij ons niet verboden. Er zijn er maar weinig die er gebeuren. En als ze zorgvuldig en correct uitgevoerd worden, dan kan ik daar ook in meegaan. Maar in Frankrijk zijn ze bij wet verboden. En in Griekenland is het eigenlijk een commercieel verhaal geworden. Dus ja, Europa op dat punt, en dat is misschien een ander onderwerp, maar heeft nog heel veel werk aan de winkel, zou ik zeggen. Hetzelfde met donoren, vooral eiceldonoren, die toch wel gestimuleerd moeten worden, een eicelpunctie ondergaan, dus waar de risico's en bijwerkingen komen bij kijken. Die vrouwen, ja, daar moeten we toch het belang van dienen, die moeten we beschermen, zeker en vast als ze in commerciële circuits terechtkomen. Dus ja, ik zou dat heel graag gaan banden zien. In België, dat wil ik echt nog benadrukken, in België zijn we daarvan gespaard. We hebben een gezondheidszorgsysteem dat zich gelukkig niet, laten we zeggen, in echt commerciële uitwassen ontwikkelt. Alhoewel het risico bestaat, hè. Laat ons daar ook maar eerlijk in zijn. Op dit moment hebben we nog altijd iets wat op solidariteit gebaseerd is, met een brede toegankelijkheid. We moeten goed nadenken over hoe moeten we het in de toekomst verder gaan organiseren. En er zijn uitdagingen, maar commerciële eiceldonatieklinieken, bijvoorbeeld zoals in Spanje, die zouden hier niet kunnen. Wel, dat maakt het mogelijk om een bruggetje te maken naar de NIPT, want dat was eigenlijk de aanleiding ook voor ons onderzoek, ons project. Ja. En de prenatale screening, want dat was natuurlijk ook een beslissing van de overheid om die algemeen te gaan terugbetalen. Vond u dat een goede zaak? Of heeft u daar bedenkingen bij dat die NIPT algemeen wordt terugbetaald? Wel,
Ja en nee, het is geen zwart-wit antwoord wat ik nu ga geven. Om te beginnen, als gynaecoloog natuurlijk, al 30 jaar in dit vak. Wij hebben al 30 jaar allerlei testen die beschikbaar waren om het risico op Down-syndroom in de zwangerschap in te schatten, om mensen eventueel kansen te laten om beslissingen te nemen die zij dan willen nemen. Dus ik heb daar nooit a priori zelf een bepaald standpunt ingenomen. Ik ben nogal voorstander voor de vrije en geïnformeerde keuze van mensen die daar dan zelf de verantwoordelijkheid in nemen. En daar schort het dan natuurlijk wel een beetje. Ook met de vorige testen, de combinatietesten, tripletesten enzovoort. Het gaat over die vrije keuze en over de informatie. En met de algemene terugbetaling van de NIP zitten we natuurlijk al een hele stap verder. Omdat ik denk, die algemene terugbetaling is er gekomen om de toegankelijkheid te verbeteren, zodat niet alleen diegenen waren die daar een paar honderd euro moesten voor betalen, mm-hmm. die test konden gebruiken en zo. Dus dat begrijp ik. Mm-hmm. Nochtans had het kenniscentrum een advies uitgebracht, gewoon naar kostenbaten, dus niet ethisch, maar puur economisch, om misschien die NIP voor te behouden voor vrouwen die al in een wat hogere risicocategorie zaten. Maar goed, de minister heeft beslist, we gaan dat algemeen terugbetalen, iedereen heeft nu de mogelijkheid. Oké, ik begrijp dat, nog eens, ik heb daar op zich geen morele uitspraak over te doen. Alleen, wat zien we op het terrein natuurlijk? Dat die vrije en geïnformeerde keuze die mensen kunnen maken, dat natuurlijk wel iets is waar we vraagtekens kunnen bij plaatsen. Als iedereen in de zwangerschap de NIPT doet, dan zal je als patiënt, als vrouw die dan, of als koppel die dan zwanger bent, toch wel hard of in je schoenen moeten staan of, hard, of veel argumenten hebben om aan iedereen uit te leggen dat jij die NIPT niet hebt gedaan. Mm-hmm. Hè? Dus dat is... Hoe vrij is dat als er sociale druk gaat ontstaan? Hè? Want dat is iets waar we ons kunnen aan verwachten. Informatie is nog zoiets. Er wordt heel vaak aan mensen gezegd, we gaan eens bloed prikken om te zien of alles goed is. En dan komt het resultaat en dan blijkt dat er een HIV-test gedaan is die niet besproken is. Of dat er vroeger een tripletest of een NIP-test misschien, waar eigenlijk de consequenties op voorhand met de mensen niet voldoende zijn besproken. En waar ik soms in het verleden met patiënten heb gesproken die mij gezegd hebben, ik heb een test ondergaan, ik wist niet dat dat zou gebeuren, ik heb hier nu een resultaat en eigenlijk wou ik dat resultaat niet. Nu zit ik echt wel in een dilemma. Dus ik denk als we die test doen, dat mensen goed geïnformeerd moeten worden en inderdaad zelf de vrije keuze moeten behouden. En dus daar kun je vraagtekens bij plaatsen, zeker nu met de veralgemene terugbetaling van de NIPT. Ten tweede, of als bijkomend argument, en ik neem geen standpunt voor of tegen, nee, ik zit hier niet te vertellen, schaf de NIPT terug af, of die terugbetaling moet weg, dat is helemaal niet wat ik zeg. Nee. Ik wil gewoon dat we daar op een goede manier kunnen over blijven praten en nadenken. Maar de NIPT is dan bedoeld om Down-syndroom te voorkomen. Hè? En sommigen hebben dat heel luid opgezegd. Van hoera, we gaan naar een wereld zonder Down-syndroom. Dan is mijn vraag die dan in mij opkomt, is zo, wat is het volgende wat we gaan voorkomen? Hè? Of waar we gaan voor zorgen dat er geen kinderen geboren worden met een of andere beperking. En ik vind dat een hele moeilijke discussie. Opnieuw, ik begrijp het in het individueel geval dat heel veel leed kan met zich meebrengen en dat er inderdaad redenen kunnen voor zijn waarom mensen kiezen om een dergelijke zwangerschap, als we het bijvoorbeeld over Down-syndroom hebben, te onderbreken. Maar nu komen we eigenlijk een beetje in een situatie waarin veel mensen zeggen, ja, nu dat die NIP terugbetaald is, nu heb je geen argument meer om dat niet te doen. En als je nu nog een kind met Down-syndroom ter wereld brengt, ja, dan is het misschien je eigen verantwoordelijkheid. Hè? Waarom moet ik als belastingbetaler meebetalen voor de zorg voor dat kind met Down-syndroom dat had kunnen voorkomen worden? En dat vind ik een bijzonder gevaarlijke discussie, een bijzonder gevaarlijke evolutie, die niks meer te maken heeft met vrije keuze en met solidariteit enzovoort. Dus dat is een evolutie, denk ik, die we absoluut moeten tegengaan. En ik heb ook niet direct het antwoord hoe dat moet. Maar op zijn minst vind ik dat met luide woorden mag gezegd worden. Want opnieuw, stel binnen 20 jaar, nauwelijks nog Down-syndroom. Ja, we verleggen onze grenzen. We gaan echt naar dat perfecte kind. Hè. Het onderwerp is die maakbaarheid.
ja, waar gaan we naartoe? Voor sommigen is het een ideaal natuurlijk dat er nooit nog mensen met een beperking zouden geboren worden en dergelijke. Hoe kijken we dan naar mensen die een beperking hebben die helemaal niks met genetica of met zwangerschap te maken hebben? Je kan altijd nog een ongeluk tegenkomen of door andere omstandigheden dan genetische of aangeboren zaken toch met een beperking eindigen. Hoe gaan we daarmee omgaan als we beperkingen blijkbaar problematisch vinden? Ik denk dat De rijkdom van onze samenleving, waar we juist veel kunnen uitleren, dat die voor een groot stuk bestaat uit diversiteit en uit beperkingen, uit imperfectie. Dat net vaak heel veel potentieel vrijmaakt. En ik geef vaak lezingen hierover en dan zeg ik meestal, ja, het zijn juist de mensen met een hoek af die het interessantst zijn in de samenleving, die het meest creatief zijn. Kijk naar kunstenaars, filosofen, uitvinders enzovoort. Dat zijn misschien allemaal mensen die ooit op een dag door een of andere screening niet zouden geraakt zijn. Dus ja, ik heb daar echt filosofisch bijna, zou ik zeggen, en ethisch heel veel vragen bij. Zover wij hebben kunnen nagaan, ook in het politieke proces rond de terugbetaling van de NIPT, zijn mensen met Down of hun belangenbehartigers niet geconsulteerd. En dat vinden we toch wel vreemd. Het gaat er niet zozeer over om dat nu te veroordelen of niet, maar wel, zeker als er nog nieuwe testen komen, is het niet belangrijk om mensen met een beperking hier zelf ook bij te betrekken, op zijn minst in een adviesrol. Ja, ik ben het daar 300% mee eens. Ik denk dat heel belangrijk is dat, zoals u zegt, mensen met Down of hun behartigers of mensen die met mensen met Down-syndroom omgaan en daar ervaring in hebben, dat die zouden moeten betrokken worden bij alles wat eigenlijk te maken heeft met dat Down-syndroom, in dit geval de NIPT. Net zoals we, als we gaan beginnen screenen op andere erfelijke aandoeningen, dat we eigenlijk ook moeten gaan praten met die patiëntengroepen of met lotgenoten of met mensen die daarmee bezig zijn. Ik denk dat essentieel is dat dat gewoon een voorbeeld is van participatie zoals het eigenlijk zou moeten. Ik wist dat niet, hè, dat inderdaad totaal op het moment van de ontwikkeling van de NIPT of de beslissing om dat terug te betalen, dat daar inderdaad totaal niet gesproken is met mensen uit de wereld van het Down-syndroom zelf, als ik dat zo mag zeggen. Ik denk dat dat niet oké is. Begrijp zeer goed waarom, hè, als u mij zegt, hoe kan dat? Vanuit de medische wereld wordt Down-syndroom gewoon gezien, zeker vanuit de wereld van de gynaecologie, wordt Down gezien als iets wat we best zoveel mogelijk voorkomen. Ik ben ook zo opgeleid. Het is maar door in de loop van de jaren daar zelf over na te denken, met veel mensen te praten enzovoort, dat ik op dit moment het standpunt inneem dat dat voor mij zeker niet zo'n evidentie is als sommigen dat beweren of denken. Maar dat zit in onze opleiding gewoon. Wij hebben op geen enkele moment in onze opleiding, als het gaat over Down-syndroom, iets geleerd over de ethische kant van dat probleem. Misschien is dat vandaag anders, hè? Dus als mensen zeggen, ja, maar vandaag zit dat wel in het pakket waar studenten mee te maken hebben, dat kan. Maar toen ik dat bestudeerde, Down-syndroom, in de cursus pediatrie, genetica enzovoort, dat wordt beschouwd als een probleem, als een afwijking die we best zoveel mogelijk voorkomen. En dat is de reden waarom de meeste gynaecologen screening uiteraard niet alleen gaan voorstellen, want je kunt denken van dat moet je gewoon doen, maar misschien ook wel mensen gaan beïnvloeden of het zelfs niet eens goed gaan uitleggen en de screeningen gewoon gaan doen zonder alle opties of het bredere kader te bespreken. En ik denk dat dat fout is, dat heb ik er net eigenlijk ook aangegeven. Dus als er over mensen met beperking, bepaalde, zeker als het gaat over genetische aandoeningen, dan denk ik dat iedereen rond de tafel moet betrokken worden. En niet in het minst de mensen waar het over gaat natuurlijk. Dat lijkt me logisch, ja. Misschien moeten we het in dit verband ook hebben over wat er nu al bestaat aan wettelijke kaders. En ik denk ik nog dus breder ook over andere screenings die we dan eerder preconceptioneel zouden noemen. Dus er komt nu een nieuwe dragerschapstest aan voor 400 ziekten die in Antwerpen zal worden aangeboden, denk ik. Of misschien al in meer centra. Ja. Maar in ieder geval, het zijn ziekten die ongeneeslijk zijn, vaak onverenigbaar met het leven. Dus je kunt je daar iets bij voorstellen, hè, dat dit heel veel leed kan voorkomen.
Maar wat ik mij dan ook weer afvraag is, ook daar, die grenzen, gaan we straks op autisme screenen bijvoorbeeld, maar ook vooral, zijn daar al wettelijke kaders voor, moeten die nog bedacht worden, hoe zit dat precies? Wel, de wettelijke kaders of de wet die er op dit moment is, is de wet van 2007 rond de medisch begeleide voortplanting en daarin staat dat wij kunnen bijvoorbeeld op het embryo genetische testen doen zonder dat daar iets over indicaties en dergelijke staat. Dus dat wordt overgelaten aan het ziekenhuis of aan de ethische commissies. Dat staat niet in de wet. Op één uitzondering na, geslachtsbepaling, dat staat er duidelijk in, is verboden als het om niet-medische redenen is. En ten tweede, alles wat een eugenetisch doel zou hebben. Nu, daar kan je natuurlijk over gaan discussiëren. En als u daarnet over autisme sprak, dan is dat omdat je hebt enerzijds de zeer ernstige, niet leefbare, geen levenskwaliteit, erfelijke aandoeningen, sommige metabole ziekten, de stofwisselingsziekte of spierziekte, die op een hele jonge leeftijd leiden tot overlijden en zonder enige levenskwaliteit. En in die dragerschapstest die nu ontwikkeld is, zitten er een heel aantal van die aandoeningen waar eigenlijk iedereen allicht zal van denken, het is toch beter dat we dat leed inderdaad kunnen besparen. Maar dat is een extreem, daar beginnen we nu mee. Uh-huh. Down zit daar eigenlijk voor mij apart helemaal niet tussen, voor alle duidelijkheid. Een beetje de paradox, want we screenen al veel langer op Down-syndroom. Ja. En anderzijds heb je dan alles wat te maken heeft bijvoorbeeld met risico's op ziekten op latere leeftijd of bepaalde aandoeningen die, is het echt wel een niet levensvatbare aandoening of gaat het over iets dat we liever zouden voorkomen? Bijvoorbeeld Alzheimer op oudere leeftijd, darmkanker geef ik vaak als voorbeeld. Bepaalde genetisch bepaalde risico's op darmkanker op latere leeftijd. Willen we liever deze embryo's dan niet terugplaatsen in plaats van andere? Maar welke keuzes gaan we daar maken? Hoe gaan we die screening organiseren? We gaan altijd embryo's hebben waar iets van risico aan vastkleeft. En dan is uiteraard de volgende stap, de eugenetische stap. Hè. Daar zijn we dan uiteraard dichterbij. Hè, want wat die Chinese man daar gedaan heeft met zijn genetische modificatie, heeft eigenlijk die embryo's HIV-resistent gemaakt. Ja. Is dat medisch of is dat eugenetisch? Als we ons immuunsysteem kunnen versterken via genetische selectie dan wel modificatie. Is dat een medische indicatie of is dat een niet-medische indicatie? Valt dat onder eugenetica of valt dat onder het voorkomen van... Die grens is niet te trekken, hè? Die grens is bijzonder vloe en bijzonder moeilijk te leggen. Dus je ziet dat het eigenlijk gaat om een spectrum, een continuum van niet levensvatbaar, nul levenskwaliteit, tot zaken die te maken hebben met het verbeteren van bepaalde gewenste kwaliteiten in individuen. Dan zit je recht in de eugenetica. En het is niet zwart-wit. Nee. Dus zijn er kaders voor? Nee, heel duidelijk. Op dit moment zijn daar geen wettelijke kaders voor. Dus die preconceptionele screeningstest is een test die door de centra zelf, alle genetische centra in België, ontwikkeld is. Dus ik veronderstel dat ze hem allemaal gaan aanbieden. Er waren er een aantal in ontwikkeling in verschillende centra. En gelukkig heeft men gezegd, we gaan allemaal dezelfde test ontwerpen met dezelfde screeningen enzovoort. Bon, die zou kunnen al dan niet terugbetaald worden, dat is nog niet duidelijk en het is preconceptioneel, dus dat betekent mensen die samen een kind willen hebben, kunnen zich laten screenen om te kijken of ze een risico hebben. Ik begrijp daar ook wel de logica van en de meerwaarde van, maar er is geen wet die zegt voor die ziekte wel en voor die ziekte niet. Ik weet ook niet of er zo gauw een wet zal komen die dat gaat doen. Ik denk dat de wetgever op dat moment altijd zal verwijzen naar de sector en naar de medici en de specialisten die zelf in consensus zouden moeten beslissen voor welke ziekten gaan we screenen en voor welke niet. De medische genetica of dus de centra voor menselijke erfelijkheid gaan daar in mijn ervaring ook op een ethisch zorgvuldige manier mee om. Maar in het buitenland heb je allerlei commerciële initiatieven waar natuurlijk in dat soort testen heel wat andere dingen zitten waar je de meerwaarde medisch al kan in vraag stellen, laat staan ethisch. Dus wij gaan hier denk ik in België wel in staat zijn om de kaders te creëren om ons te behoeden voor
commerciële en of onethische toepassingen, zou ik zeggen. Maar ja, op internationaal niveau vrees ik dat we een beetje dezelfde situatie zullen kennen als dat we er net over de voortplanting hebben gehad. En dus dan moet je dat misschien ook internationaal aanpakken via internationale verdragen of overeenkomsten, waar ook rond gewerkt wordt. Ik denk aan de genetische modificatie, hè, die dus nu al kan. Ja. Ja, daar hebben al heel veel instellingen zich over uitgesproken. Onder andere de Raad van Europa, waar ik vorig jaar een rapport heb verdedigd, om dat niet toe te laten, om te zeggen, dit is toch de rode lijn. Niet alleen naar veiligheidsaspecten, maar ook puur ethisch, willen we onszelf genetisch gaan verbeteren? Ja, dan zitten we volop in de discussie die we nu hebben. Voor welke indicaties, wie vindt voor wat willen we ons verbeteren? En vandaag kunnen we dan nog met z'n allen zeggen, we komen overeen dat dit niet kan. Binnen 20 jaar denkt iedereen er misschien helemaal anders over. Dus ik zie wel een evolutie, eerlijk gezegd, die mij niet helemaal geruststelt op dat punt. Nee, want nu, u verwees er al naar dat fameuze experiment van die meneer He, die Chinese onderzoeker die een tweeling of twee meisjes, in ieder geval twee zusjes, HIV-resistent zou gemaakt hebben. Mm-hmm. Er was tot voor kort een moratorium. Hè. Er mocht niet geëxperimenteerd worden op menselijke embryo's. Maar is nu dan het hek van de dam? Of? Ja, ik las nog maar gisteren een zeer kritisch stuk over de verontwaardigde reacties van wetenschappers overal in de wereld die gezegd hebben van oh, dat is ongelooflijk dat hij dat gedaan heeft, dat kan niet enzovoort. Maar eigenlijk zijn veel mensen eigenlijk vooral kwaad omdat zij nu niet meer de eersten kunnen zijn. Zo gaat het. Dus hoe en een beetje hypocrisie, omdat er ook wel al stellingen waren ingenomen, ook door bioethische councils, om ze niet te noemen, die gezegd hadden van eigenlijk ja, kan je dat wel ethisch verantwoorden enzovoort. Er zijn nog wel voorzorgen te nemen, maar eigenlijk moeten we dat dan toch wel in de toekomst als mogelijk zinvol beschouwen en laten gebeuren. Dus er is heel veel controverse, ook onder ethici. Laat staan wetgevers, die hebben daar nog helemaal geen of bijna geen standpunten ingenomen. Ja, de moratoria sneuvelen continu. Hè. 3-4 jaar geleden was zelfs onderzoek op embryo's niet bespreekbaar. En ook een andere Chinese groep, is daar dan mee begonnen. Ze hebben dat toch gepubliceerd gekregen in een derde rangs tijdschrift, want de grote tijdschriften hadden het geweigerd. Ja, op dat moment zijn natuurlijk heel veel groepen in de wereld opgestaan die gezegd hebben, ja, maar goed, laat ons dan ook dat onderzoek doen. En dus die lijn is dan verlegd tot, ja, oké, onderzoek op embryo's, tot daaraan toe, dat mag, maar we gaan natuurlijk nooit zo'n embryo gaan terugplaatsen. Ja, ondertussen is het al gebeurd, die kinderen zijn al geboren. En nu zal men zeggen, laat ons die kinderen opvolgen en kijken, en als daar niks mee fout is, dan kunnen we misschien inderdaad verdere stappen zetten. Dus je ziet dat de grens verlegd wordt. En fundamenteel is het altijd dezelfde discussie. Is dat dan een goede zaak of is dat een verkeerde zaak? Kunnen daar accidenten en misbruiken van komen? Of is het voor de mensheid in zijn totaliteit eigenlijk een zeer goede ontwikkeling, een vooruitgang? Ik zit daar zelf heel erg mee, hoor, met die discussie. Ik denk voor sommige medische indicaties, bijvoorbeeld niet levensvatbare erfelijke aandoeningen, waarbij je dan dat embryo hebt en het is aangetast, het is het enige embryo dat je hebt en dat je misschien ooit gaat hebben voor dat koppel, en het zou veilig zijn en we hebben dat goed omkaderd op allerlei vlakken, mag je dan die mutatie corrigeren in dat embryo. Ik kan me voorstellen onder strikte omstandigheden dat ik daar ja zou op antwoorden. Maar met heel veel maars en met heel veel behoedzaamheid en voorzorg dat dat niet gedereguleerd of gecommercialiseerd wordt en voor toepassingen gaat gebruikt worden die totaal oneigenlijk zijn. En de fundamentele vraag is, moet je dan een techniek gewoon van de eerste keer verbieden en de ontwikkeling daarvan stoppen? Of moet je die toelaten, maar strikt reguleren? Tot nu toe ben ik altijd voor het laatste geweest. Maar ik zie de evolutie die zich voordoet in ons vakgebied. Hè. Dus ik ben het ook allemaal zo zeker niet. Echte eugenetische toepassingen die nu nog niet mogelijk zijn, maar misschien morgen wel, hè, dan denk ik wel intelligentie en andere zaken, die zou ik absoluut bij wet verbieden. Hè. Dat lijkt mij het beste wat we kunnen doen. Het is vandaag in onze wet verboden. Ik denk niet dat we dat moeten gaan veranderen. Alhoewel er ook opnieuw mensen pleiten om ook in die richting te gaan, om ja, de nieuwe liberale eugenetica een plaats te geven, waar mensen zelf kunnen kiezen om hun kind te verbeteren.
dat lijkt me op dit moment voor mij absoluut een rode lijn. Mm-hmm. Als het gaat om zuiver medische toepassingen, ja, dan denk ik dat we het misschien kunnen doen, maar strikt gereguleerd. Zullen we niet steeds meer nood hebben aan genetische counseling? Is die nu eigenlijk... Is er nu wel genoeg begeleiding voor dit soort keuzes die misschien toch binnen een aantal jaar nog prangender zullen worden dan nu? Het antwoord is nee. Dat is ook wat de Centra voor Menselijke Erfelijkheid vandaag zeggen. Zeker als mensen dan bijvoorbeeld zelf gaan testen doen in het buitenland en dan met een rapport naar hen komen met de vraag van leg ons dat eens uit. We hebben daar de mensen en de middelen niet voor. Dat is totaal onmogelijk. Misschien binnen 10, 20 jaar, stel, hè, we leven in een wereld waarin alle menselijke embryo's bij IVF-behandelingen, en misschien doen we zelfs om die reden IVF dan, om dat dan op voorhand bij iedereen te kunnen doen. Ze worden allemaal genetisch gescreend en geselecteerd en misschien gemodificeerd. Ja, dan ga je heel veel moeten investeren in die counseling en in die begeleiding om de juiste beslissingen of keuzes te maken. Persoonlijk denk ik dan echt dat we wettelijke kaders gaan nodig hebben om echt vast te leggen hoe het kan, voor welke indicaties wel en niet. Want als je het iedere keer geval per geval zou gaan toelaten of laten gebeuren en inderdaad aan de arts en aan de koppels overlaat en eventueel aan iemand die het dan altijd maar moet gaan uitleggen, dan krijg je denk ik chaos en misbruik en allerlei problemen die niet overzien zijn. Dus ik denk dat je dan heel duidelijk moet zeggen, kijk, de Centra voor Menselijke Erfelijkheid leggen de lijst vast met overleg, in overleg met alle stakeholders, met alle betrokkenen, de lijst was van die dingen die we inderdaad op onze embryo's gaan screenen. En de wet moet daar specifiek naar verwijzen. En dan heb je een kader, denk ik, waar buiten je niet moet gaan. Dat kan aan evolutie onderhevig zijn. Hoe zeg je dat? Ja. Dat kan, dat evolueert. Hè? Dat, op zich is dat lijkt mij niet onmogelijk. Maar ik ben absoluut voorstander dat dat strikt geregeld wordt, liefst bij wet, hoe dat dan moet gaan gebeuren. En het kan best zijn dat we dan heel erg gaan moeten investeren in counselors die dan inderdaad die informatie gaan moeten bespreken. Want als je zegt, we gaan eens testen op 400 ziekten, eigenlijk zou je dan aan de mensen die 400 ziekten moeten gaan uitleggen en zeggen wat er allemaal komt bij kijken. Stel je voor, dus ook die test die er nu al is, hoe wordt die aan mensen uitgelegd? Ja. Hoe kunnen mensen in vrij en geïnformeerd beslissen van ik ga die test laten doen? Dat vraagt wel een woord uitleg. En wat niet kan, is dat men zegt, we gaan een keer testen of alles goed is, of er niet ergens een risico is. Ja, tot als dat risico er is en dan mensen zeggen, ja, maar als het daarover gaat, dat had ik eigenlijk liever niet geweten. Ik denk wel dat we de mensen nog altijd de keuze moeten laten om dit soort dingen niet te doen. Anders zitten we in een dictatuur, hè? Als mensen verplicht zouden worden om te screenen enzovoort. En dus opnieuw sociale druk en vooral algemene terugbetaling kan leiden tot een situatie waarin dat soort screeningen als compleet automatisch wordt beschouwd. Daar ben ik geen voorstander van. Ik denk dat mensen nog altijd goed moeten geïnformeerd worden en zelf moeten beslissen hoe het zit. Of zich laten bijstaan om die beslissing te nemen. Ja, wat je natuurlijk van voorstanders of echte believers vaak hoort is, ja, dit is gewoon de medische vooruitgang. Maar als ik u beluister, hoor ik toch vaak dat u toch ook heel voorzichtig bent als het gaat om die genetische maakbaarheid van de mens in het algemeen. Dat misschien toch een illusie is waar mensen te graag in zouden geloven. Ja. Ik verwijs altijd naar de film Gattaca. Ik weet niet of die film bekend is. Gattaca is een film van een perfecte samenleving waarin iedereen genetisch geselecteerd en verbeterd is. Dus een soort supermensen. En daar loopt een hoofdpersonage rond die eigenlijk op illegale manier is verwekt buiten het laboratorium. En die heeft een aantal beperkingen. Die draagt een bril bijvoorbeeld. Dat is totaal onmogelijk in die wereld om geen perfect zicht te hebben. En die handhaaft zich daar in die wereld van de genetische perfectie. En hij knoopt vriendschap aan met zo'n perfect gemanipuleerde man, maar die een accident gehad heeft en in een rolstoel zit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het verhaal. Die is verbitterd, want ja, die is zogezegd genetisch perfect, maar die zit in een rolstoel, heeft dus een beperking, kan daar niet mee om. En je voelt duidelijk dat de film natuurlijk bedoeld is als kritiek op die drang naar altijd maar voortdurende maakbaarheid en perfectie die wij nu heel erg in onze voortplanting en zeker als het gaat over embryoselectie zien komen. Hè. Ouders vragen niet alleen een kind, ze vragen een gezond kind en morgen gaan ze ook
misschien de kenmerken van hun kind willen verbeterd zien. Hè? Dus die evolutie is er. En als je dat aan mensen aanbiedt, gaan ze daar natuurlijk op ingaan. Het is aan de samenleving en aan de overheid om dat te regelen, denk ik. Dus ja, die evolutie die is er. Die brengt voortdurend voor mij nieuwe vragen met zich mee, die te maken hebben met hoe ver kunnen we gaan in die maakbaarheid, in die drang naar perfectie. Zijn we niet net mensen omdat we niet perfect zijn? Is dat niet wat ons mensen maakt? Ik denk dat het een hele saaie wereld zou zijn waar we allemaal perfect zijn, genetisch superieur enzovoort. Trouwens, de film Gattaca illustreert dat. Het is echt wel een saaie wereld, geloof mij. Je moet de film kennen om te weten wat er in die film gebeurt. En dan zal je dat wel merken. Dus nee, geef mij toch maar de mensheid zoals ze vandaag is. Te meer, dat heb ik daarnet ook gezegd, omdat niet alles genetisch en aangeboren is. Hè. Er kan heel veel met ons fout gaan. Wij kunnen ongelukken tegenkomen, wij kunnen ziek worden. Hoe gaan wij omgaan met onze sterfelijkheid, het feit dat we ziek kunnen worden, het feit dat er inderdaad beperkingen zijn, als we zo geconditioneerd verlangen naar die perfectie. Voor mij is dat iets wat... Wat niet oké is, en de drang naar controle, de drang naar perfectie, die zien we vandaag al in onze samenleving. We zijn er het gesprek mee begonnen. Hè? Mensen die misschien te snel naar IVF grijpen, omdat ze nu en hier nu willen zwanger worden en niet de tijd willen nemen. Ja, als het dan toch niet lukt, zijn dat mensen die heel ongelukkig zijn. Dus de illusie van die drang naar perfectie, vrees ik, zal ook leiden naar heel veel mensen die ongelukkig zijn. Ja, u heeft al een mooi voorbeeldje uit de kunst genoemd. Dus die film Gattaca die ons aan het denken kan zetten. Ik zou nog tot slot ook graag nog even iets anders vragen. Want dat hier op een bepaalde manier ook wel bij aansluit. Ik had uw autobiografie met veel belangstelling gelezen over leven. En daarin stond een heel mooi hoofdstuk over de betekenis van boeddhisme ook voor u. Mm-hmm. Denkt u dat boeddhisme of misschien andere levenshoudingen ons ook kunnen helpen om misschien om te gaan met die beperkingen? Ja. Maar wat ik net beschreven heb, is natuurlijk wat ik ook uit het boeddhisme heb gehaald. Hè. Wat wij altijd willen is, wij streven naar dingen die we soms niet kunnen bekomen. En we hechten ons daar ook aan. En eigenlijk hollen we voortdurend van de ene... Van het ene verlangen in het andere. En door het feit dat we nooit alles kunnen krijgen wat we zouden willen, dat is nogal logisch, zijn we dus continu gefrustreerd en ongelukkig. Omwille van het feit dat we de dingen niet kunnen krijgen. Dus afstand nemen van die gehechtheid, van dat verlangen, is denk ik de sleutel tot het geluk. Dat klinkt nogal bombastisch misschien. Maar dat inzicht heb ik uit het boeddhisme gehaald. En dat heeft voor mij, dat was echt een aha-erlevenis. Dat was echt een moment waarop ik zei van ja, zo simpel kan het zijn. We zijn ongelukkig omdat we de dingen nastreven die we niet kunnen krijgen. Wat is de oplossing? Mensen denken dan, ja, nog meer inspanningen doen om ze te kunnen krijgen. En hier en daar zal het dan een keer lukken. De oplossing is daar gewoon afstand van doen. Dat fameuze loslaten, hè, in het boeddhisme. En dat inzicht, dat heeft mij echt dramatisch op een andere manier in het leven doen staan. En hoe goed ik de wens van mensen kan begrijpen. Wens naar een kind, die we ook niet altijd kunnen invullen. Hè. En dan ook die mensen moeten verder met hun leven. En die kunnen dan hans hun leven blijvend ongelukkig en depressief en verdrietig zijn. Of die kunnen dat ergens een plaats geven. En toch op een andere manier verder gaan. Dat is het verschil tussen geluk en niet gelukkig zijn, zeg maar. Dus alles wat we hierin besproken hebben, wat we in dit interview besproken hebben, past voor mij in die visie die ik heb op het leven. En wat het boeddhisme mij heeft bijgebracht, absoluut. Het lijkt me een zeer mooie gedachte om mee af te sluiten. Hartelijk dank voor het heel boeiende gesprek. Dankjewel, graag gedaan.